Dit zijn de Alpen op de grens van Italië en Zwitserland. Een oude man wil over de top naar de andere kant van de berg. Het is ijskoud. Het sneeuwt. De man is verzwakt en gewond. Op 3000 meter hoogte is er weinig zuurstof. Hij kent de weg. En die is lang. Te lang. Hij zal de andere kant van de top nooit bereiken. Op 19 september 1991 vinden twee wandelaars hoog in de Alpen in het ijs de overblijfselen van een menselijk lichaam. Een man. Ze denken dat het een bergbeklimmer is. Maar als de man is uitgehakt en overgebracht is naar een laboratorium, blijkt al snel dat het om een spectaculaire vondst gaat. Het is de oudste ijsmummie ooit gevonden. 5000 jaar lang heeft hij daar in het ijs gelegen. Vanaf dat moment begint de zoektocht naar het verhaal achter deze man. De onderzoekers noemen de mummie Ötzi, naar het gebied waar hij is gevonden, het Ötztal. Omdat hij zo goed bewaard is gebleven in het ijs, komen ze veel over hem te weten. Bijvoorbeeld over zijn kleding. Om zich goed te beschermen tegen de kou, droeg Ötzi een jas en broek van geitenleer en een muts van berenbont. Om zijn voeten warm te houden, stopte hij gras in zijn schoenen. Die schoenen zijn zo gemaakt dat hij er goed mee in de bergen kon lopen. In zijn mantel vinden de onderzoekers graankorrels. Een aanwijzing dat hij die heeft gegeten of mee heeft geholpen met de oogst. Ook had hij bladeren bij zich, met daarin houtskool, gebruikt om vuur mee te maken. Een slimme manier, want houtskool brandt sneller dan hout. De bladeren groeien aan een boom die alleen ten zuiden van de Alpen voorkomt. Dus daar woonde Ötzi waarschijnlijk. Volgens de onderzoekers heeft Ötzi waarschijnlijk in een boerendorp gewoond. Een kleine nederzetting met een paar huizen, zoals hier. In die tijd leefden ze van de landbouw en ruilhandel met andere dorpen. En ze leefden van de jacht. Om te jagen gebruikten ze pijl en boog en messen gemaakt van vuursteen. Het vuurstenen mes van Ötzi is na 5000 jaar nog altijd vlijmscherp. Het meest bijzondere werktuig dat hij bij zich draagt is een koperen bijl. Bijzonder, want koper is zeldzaam in die tijd. En de techniek van het smelten nieuw. Degene die zo'n bijl bij zich heeft, moet wel een belangrijke man in zijn dorp zijn geweest. In de tas van Ötzi vinden de onderzoekers paddenstoelen. Die gebruikte hij als geneesmiddel.
Als de wetenschappers het lichaam van Ötzi onderzoeken, ontdekken ze op verschillende plekken tatoeages. Men denkt dat mensen uit die tijd zich tatoeëerden om kwade geesten of pijn te verdrijven. Als een scan van zijn botten wordt gemaakt, blijkt dat juist op die plekken zijn gewrichten zijn aangetast door een pijnlijke ontsteking. Ook zijn nagels worden onderzocht. Aan de manier waarop die groeien kun je zien of Ötzi ziek is geweest. En dat was hij. De laatste keer 2 maanden voor zijn dood. De onderzoekers kunnen zelfs nog zien wat hij voor het laatst heeft gegeten. In zijn maag zitten resten van hertenvlees en brood. En pollen van planten en bomen die hij met het drinken van water heeft binnengekregen. De pollen komen alleen voor in april en mei. Ötzi is dus gestorven in het voorjaar. Uit onderzoek blijkt dat Ötzi dan 46 jaar is. Voor iemand uit de tijd van boeren en jagers een oude man. Steeds meer komen de onderzoekers te weten. Maar wat deed Ötzi nou in de bergen? Vlakbij het plek waar Ötzi is gevonden loopt een eeuwenoud pad. De onderzoekers denken dat Ötzi met een kudde geiten naar hoger gelegen weiden is gelopen. Iets wat herders nu nog altijd doen. Maar hoe is Ötzi dan gestorven? De onderzoekers denken dat het zo is gegaan. Ötzi, een oude man van 46, verzwakt door gewrichtsontsteking, is met zijn kudde geiten op weg door de bergen. Op een hoogte van 3000 meter is maar weinig zuurstof. Het weer kan in de bergen in de lente zomaar omslaan. Waarschijnlijk is Ötzi in een storm terechtgekomen, onderkoeld geraakt en tenslotte uitgeput gestorven. Jaar lang denkt iedereen dat het zo gebeurd moet zijn. Totdat in 2001 de theorie volledig op zijn kop wordt gezet. Bij de vindplaats van Ötzi worden namelijk uitwerpselen gevonden. Ze blijken van wilde dieren te zijn. Geen enkele van een geit of schaap. Ötzi heeft dus niet met een kudde over het pad gelopen. Maar wat deed hij daar dan wel? Opnieuw gaat Ötzi onder de scan. En dan ontdekken de onderzoekers iets wat ze eerder over het hoofd hebben gezien. Er zit een pijlpunt in zijn linkerschouder. De pijl heeft op een haartje na zijn longen geraakt. Hij moet dus beschoten zijn met pijl en boog. Ötzi heeft de pijl uit zijn schouder weten te trekken, maar de pijlpunt is blijven zitten. En de onderzoekers vinden nog meer. Ötzi's rechterhand blijkt een diepe wond te hebben. Hij moet zich verdedigd hebben tegen een aanval. Want het wapen is dwars door huid en spieren gegaan en heeft het bot geraakt. En er zijn bloedsporen. Op de kleren van Ötzi, op zijn mes en op zijn pijlen. Niet van 1 iemand, maar van 4 verschillende personen. Dat betekent dat hij kort voor zijn dood in gevecht moet zijn geweest. Maar met wie? Meestal leven boerendorpen in vrede met elkaar. Maar als een oogst mislukt, er geen eten meer is of een stam wil zijn gebied uitbreiden, kan vrede zomaar omslaan in oorlog. Het is goed mogelijk dat een vijandige stam het dorp van Ötzi heeft overvallen.
De mannen in het dorp van Ötzi bereiden zich voor op de aanval. Een strijd die op leven en dood zal worden uitgevochten. Ze weten dat de vijand zal komen, maar wanneer? Ötzi en zijn mannen verdedigen het dorp uit alle macht, maar de vijand blijkt te sterk. Hij stuurt zijn vrouw en kinderen weg, het bergpad op, naar de andere, veilige kant van de Alpen. Als Ötzi ziet dat de strijd niet te winnen is, zit er maar één ding op. Vluchten. Hij pakt nog gauw wat spullen bij elkaar. Dan gaat Ötzi de bergen in, zijn vrouw en kinderen achterna. Zijn dorp zal hij nooit meer terugzien. De tocht door de bergen is lang. Het is ijskoud. Het sneeuwt. Er is weinig zuurstof. Hij kan niet verder. Na 14 jaar van onderzoek is dit de conclusie van de wetenschappers. Ötzi, een oude man van 46 met pijnlijke gewrichten, uitgeput door het gevecht, zwaar gewond aan zijn hand en zijn schouder, heeft veel bloed verloren. Hij is op weg naar de andere kant van de Alpen. Dit alles bij elkaar is te veel voor Ötzi. Uitgeput sterft hij in het Ötztal. En daar wordt hij 5000 jaar later gevonden.